Het is dinsdag 6 mei. Dat is de dag dat het dodental als gevolg van de cycloon in Birma al is opgelopen tot boven de 22.000. Welkom bij Pauw en Witteman. Zij kan bedrijven maken en breken met haar programma en is ze zich daarvan bewust. De presentatrice van Radar, Antoinette Herzenberg, is de gast. Hij deed illegaal verslag van de verkiezingen in Zimbabwe en moest als een dief in de nacht uiteindelijk het land verlaten. Valt er als journalist eigenlijk wel te werken in Afrika, vragen we straks aan Bram Vermeulen. En 6 jaar geleden werd zijn broer vermoord en dat werd vandaag door een handjevol mensen herdacht. En vindt hij dat treurig of niet? We vragen het aan Martin Fortuin, de broer van Pim. En niet alleen Rita Verdonk wil juryrechtspraak. Ook de vicepresident van de Amsterdamse rechtbank vindt dat dat zou moeten kunnen. Hij legt straks uit waarom, Wouter van den Berg. En we praten om te beginnen met Bram Vermeulen, die weliswaar correspondent in Afrika is. We zullen hem even ruim nemen voor de NOS en voor NRC Handelsblad. En je bent hier om te discussiëren over een stelling van Joris Luijendijk, die er een boek over heeft geschreven, namelijk de onmacht van de journalist in het buitenland en van de correspondent in het bijzonder. En wat dient zich nu aan de laatste dagen? Nieuws uit Burma. Ja. Een moeilijk te benaderen land. Bijna niemand kan erin. En je weet eigenlijk niet precies wat er gaande is. Is dat een voorbeeld van wat hij betoogt? Ik denk het wel. De voorpagina's ruzieën vanavond over hoeveel doden daar dan gevallen zijn bij de cyclonen. Ik las in NRC Handelsblad vanavond 20.000, 22.000. Ik hoorde op de radio 50.000. En RTL Nieuws had het al over 64.000. U zegt het maar. Het gaat over een junta-militair regime die geen journalisten wil. Dus geen onafhankelijke waarnemers. Dus hoe gaan we in vredesnaam weten hoeveel doden daar precies gevallen zijn? Ja. Ik denk dat je de hulporganisaties een vinger in de pap hebben en flink aan het goochelen zijn met zijn. Maar toch is het denkbaar dus dat jij als journalist niet in Burma zittend, als werkplek, gevraagd wordt om daar naartoe te gaan. Ja. En dan moet je binnen 24 uur verslag doen met een microfoon voor je snuit en zeggen wat er gaande is. Ja. En dan zegt Luijendijk is eigenlijk een onmogelijke opgave. Ja, dat is onmogelijk. Ik zou ook niet aan willen om van een natuurramp verslag te doen, hoor. Want dat is meestal erg eendimensionaal. Maar het verslag geven in een dictatuur, en als ik dan even over Afrika spreek, ja, is volgens mij, dat heeft echt nut. Dat is echt noodzakelijk. Het punt wat Joris maakt, en ik ben met heel veel dingen in zijn boek eens, de mechanismen die hij beschrijft, erg moeten lachen over onze kudde mentaliteit natuurlijk, het napraten van elkaar. Maar juist in die onwetendheid van een dictatuur, juist in een land waar je geen hoor en wederhoor kunt toepassen, bijvoorbeeld zoals in Zimbabwe, voel ik mij waanzinnig nuttig. Je bent een van de weinigen, zeker van Nederlandse journalisten, en alles wat jij naar boven weet te brengen is kerstverse informatie. En juist op zo'n moment van dat je zit rondom verkiezingen, rondom een machtswisseling, zijn er zoveel mensen die je kunt benaderen, achter gesloten deuren, in geheime kamertjes. Dat jouw vak als journalist van grote waarde is. We gaan het zo met jou hebben over Zimbabwe, maar toch even terug naar Birma. Want wij willen natuurlijk wel van alles weten. Wij krijgen niks te weten. Journalisten mogen er vooralsnog niet in. De honorair consul, net de gast bij Nova, zei, ja, ik wil er wel graag dat het zover gebeurt, maar ik krijg niet eens zelf contact met het regime daar. Ja. Hoe kunnen we er nou achter komen? Hoe kunnen we nou informatie wegen? Want je zegt het zelf, 22.000 of 25.000. Ja, nou ja, ik zou dus als nieuwsconsument vandaag buitengewoon sceptisch zijn over de getallen die je wordt voorgescholden. Afrika is ook een continent waar ongelooflijk wordt gegoocheld met de cijfers. Ik bedoel, Oost-Congo wordt gezegd 3,5 miljoen doden als gevolg van de oorlog. Wie zal het zeggen? Darfur 200.000. Dat getal is op een persconferentie letterlijk bij elkaar gespeeld. Dus we moeten zoeken naar wie hebben er belang. Ik neem aan wie dat heeft er belang? En de hulporganisaties hebben nu belang. Om het getal laag te houden? En de hulporganisaties die al jaren niet in Burma zijn geweest, hebben er alle belang bij om deze ramp van zo'n formaat te halen, dat ten eerste geld komt en ten tweede dat het regime wel moet zwichten dat ze nu naar binnen kunnen. En ze staan nu bij de poorten en daar voor de poorten, nog niet vanuit Burma zelf, daar komen die getallen niet vandaan. Laten we even toespitsen op wat Luijendijk zegt. Hij heeft het samengevat in een interview in Nova in de volgende zinsnede. In de journalistiek, de mensen kicken altijd op de opening, maar dat zijn meestal verhalen waarbij je dus, nou is er bijvoorbeeld iemand, de president is dood. Nou ja, dan zit je dus in je hotel en dan weet je eigenlijk niks. Want in een dictatuur
bestaat geen betrouwbare informatie. Dus dan faxen ze je uit Hilversum, faxen ze je de informatie toe. En dan maak je dan in je eigen woorden een verhaaltje van. Dan weet je als je eindexamen op de middelbare school. Ik zit in Cairo en dan bellen ze me op en dan zeggen ze: Joris, in je land zijn fundamentalisten gearresteerd. Ja. Weet je daar meer van? En dan weet ik daar niks meer van. Want hoe moet ik dat weten in een land waar de pers eigenlijk niet bestaat? Ja. Nou, dan weet ik dan niks meer van. Faxen ze het me toe en dan maak ik er een berichtje van. Hij had er genoeg van de manier waarop je moest werken. Ja. En jij zegt, ik kan toch nuttige dingen doen? Ja, en ik zal je ook een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld over die onwetendheid. Het werken in een land waar je geen onafhankelijke kranten hebt. Waar je de Volkskrant de volgende ochtend dus niet kunt overtikken. Omdat het daar wel wat daarin staat betrouwbaar is. Maar je kunt bijvoorbeeld wel de staatspers lezen. En je kunt die staatspers ook analyseren. Om toch maar even terug te gaan naar Zimbabwe. Dat is wat ik deed. De volgende ochtend, de Herald, staat vol met leugens en halve waarheden. Maar welke leugens en welke halve waarheden? Daar ging het om. Bijvoorbeeld, 5 dagen na de verkiezingen meldde de Herald dat de blanke boeren die voorheen van hun land waren gedreven, op het punt stonden hun land weer terug te gaan nemen. Met andere woorden, de revolutie die Mugabe had ontketend, terug te draaien. En daarom, en dat stond een paar alinea's verder, moesten er opnieuw oorlogsveteranen, militanten het land op worden gestuurd om die revolutie te verdedigen. Daar zit het nieuws. Ja. Aha, dus er worden oorlogsveteranen gemobiliseerd en binnen 24 uur waren er nog eens 75 extra blanke boeren van het land. Ja, en dat was wel een feit. En daar kun je dus als correspondent door gewoon die staatspers en de leugens te ontleden wel degelijk wat mee doen. Maar daar heb je dan de tijd voor en dat heb je niet als je een president van een uur. Nou ja, ik bedoel, het is de krant van de ochtend en om 8 uur 's ochtends belt NRC Handelsblad aan. Wat gaan we vanochtend doen? Maar Bram, waar zit jij normaal gesproken? Johannesburg. En welke landen bellen ze jou allemaal over? Nou, in eerste instantie vooral Zuid-Afrika, want dat is de grootste economie van Afrika. Dus daar komt, daar zitten ook de meeste correspondenten. Dan gaan we naar. we hebben even het kaartje van Afrika. In principe ben ik verantwoordelijk voor 8 landen. Ja, noem ze even als je wilt. Lesotho, Swaziland, dat is een land. Botswana, Namibië, Mozambique, Zimbabwe, Angola. Laten we Angola nemen. Dat is ongeveer het verste weg van waar we heel weinig van. Ja. Ja. En daar vindt laten we zeggen, 7 uur 's avonds Nederlandse tijd een grote natuurramp plaats. Ja. Dus ze willen jou om 8 uur telefonisch aan de lijn hebben in het NOS-journaal met de eerste beelden die zij hebben binnengekregen. Ja. Maar natuurrampen, dat is een nachtmerrie voor iedere correspondent. Wat zijn de vragen? De president wordt doodgeschoten. Ja, nou ja, er is dus in 2002... Wie heeft dat gedaan, Bram? Werd Wie heeft dat gedaan, Bram? In 2002 werd Jonas Savimbi vermoord, de rebellenleider. Je kent hem wel. En op dat moment was mijn collega Dick Wittenberg net teruggekeerd uit Angola. Die had een tas vol met verhalen. En die heeft op die dag werkelijk prachtige biografie over hem geschreven. En hij was er niet. Mm-hmm. En toch, door je reiservaring, omdat je er geweest bent, omdat je al die rapporten en boeken hebt gelezen, kun je even grote journalistieke waarde. Nee, maar het gaat ook niet over jouw autoriteit. Het gaat erom hoe geloofwaardig kun je zijn op het moment dat daar vragen worden gesteld als hoe reageert de bevolking erop? Ja, maar ik ben het helemaal met je eens. We werken met beperkingen en wij zijn ook maar net mensen, om even de titel van Joris Luijendijk's boek te geven. Maar dat wil niet zeggen, en daar zit mijn grootste probleem in het boek van Joris, dat wil niet zeggen dat je het daarom niet moet doen. Mm-hmm. Wij zijn met te weinig in Afrika. Ik werk voor een krant die godzijdank 3 mensen in Afrika heeft. Dat is overbevolkt. Als je het vergelijkt met andere kranten die helemaal niemand hebben. Ja. Of 1 man voor 53 landen. Kijk even achter je. Dus tuurlijk zijn we met te weinig. En ik zou er ook zeer voorstellen om in elk geval de helft van alle verslaggevers die jullie in Den Haag hebben zitten. En die allemaal over dezelfde citaat en quotejes gaan. Oh, wat is Rita Verdonk? Stuur ze naar Afrika. Laat ze gewoon echt verhalen maken. Ben ik het helemaal mee eens. Ja. Luister, we gaan het even hebben over Zimbabwe. Want Mugabe leek voor het eerst in zijn 180-jarige geschiedenis een nederlaag te gaan leiden. En daar ging de journalistiek op af. En jij ook. Ja. Maar je kwam er niet in, want je moest eigenlijk geaccrediteerd zijn. En dat lukte niet. Misschien omdat Nederland niet belangrijk genoeg is. Dat weet ik niet. Je bent toch gegaan. Nee. Nederland was vervelend geweest. Hè? Balkenende vond het nodig om over de mensenrechten in Zimbabwe te spreken. En dus kregen we sowieso geen accreditatie. Dat was de reden. Nou ja, Nederland hoort bij het westerse kamp, dat is duidelijk. Goed, je kwam er dus niet via de officiële weg in. Je bent toch gegaan en bent zelfs in staat geweest een stand-up te maken. Dat noemen wij zo in vakkringen. Dan sta je ergens en zeg je, ik sta hier. En dat zag er zo uit. Bij vorige verkiezingen was het eigenlijk ondenkbaar dat andere partijen dan die van president Robert Mugabe hier op het platteland campagne zouden voeren. Oppositieaanhangers werden gewoonweg in elkaar geslagen en ongeaccrediteerde journalisten zoals ik werden gearresteerd.
Maar de politie doet nu helemaal niks. Dat eigenlijk aantoont dat zelfs zij twijfelen of Robert Mugabe na deze verkiezingen nog wel de baas is over dit land. De vraag is dan, waarom is dit spannend? Ja, dat was geweldig spannend, omdat dit is gemaakt in het dorpje Bindura. En dat ligt op het Zimbabweanse platteland. Dat is een dorp waar de eerste blanke boeren zijn vermoord. Echt het hartland van Robert Mugabe. 80% van de kiezers wonen op het platteland. En dat hele platteland wordt geregisseerd voor verkiezingen. Het dorpshoofd zegt, jij gaat voor onze partij stemmen. Als je dat niet doet, krijg je niks meer te eten. Heel simpel. Ja. En tot ons grote verbazing was het bij deze verkiezingen mogelijk. En dan ga ik niet, dat verzin ik niet zelf. Dat vraag ik aan Zimbabweanse collega's. Kunnen we daar naartoe? Het is daar veilig om naartoe te gaan. We zijn dus nu bij een campagne van een oppositieleider. Een oud-regeringsman, Simba Marconi. Wij zijn gewoon de auto uitgestapt. Wij ben ik en mijn cameraman, die even groot is als ik. En ook nog een lange paardenstaart heeft. Dus we werden ook binnen 2 minuten echt bezienswaardigheid. Die hele menigte draaide zich van de politiek spreker langzaam richting ons. En ik zag die Zimbabweanse journalist steeds zenuwachtiger worden. Ze zei, nou kom, let's go. Ja, maar kijk, ik moet hem nog een keer doen, want het was niet goed. En hier kun je eigenlijk zien... hoe baldadig de sfeer was voor die verkiezingen. Het waren echt vrije en eerlijke verkiezingen. Dat kwam door druk van de Zuid-Afrikanen om dit in elk geval een vernis van acceptatie te geven. Mugabe heeft dat spel perfect gespeeld. Maar er zijn journalisten gearresteerd. Er zijn journalisten in de cel gegooid. Er zijn journalisten uit Engeland gemarteld. Tenminste, dat zegt hij zelf. Ja. Dus neem aan dat je een behoorlijk risico gehad. Ja, dus dat gebeurde na de verkiezingen. Op het moment dat de waarnemers weer vertrokken waren. Echt op de dag. Ik stond bij de receptie en ze stonden uit te checken. Wat ga je nou doen? De verkiezingen zijn... De uitslag is er nog niet eens. Ja, het geld is op. En daar gingen de waarnemers. En de volgende dag werden onze hotels omsingeld door de oproerpolitie. En toen zeiden wij zelf, we kregen sms'jes van collega's. Ze zijn nu bezig die lodge binnen te vallen, dat hotel, je moet wegwezen. Wij zaten op dat moment in een van de grootste hotels in de stad. En hebben in een vliegende vaart onze tas gepakt en alle bandjes en computers ingeladen. En 7 verdiepingen via de nooduitgang door de garage. Wat willen ze dan van je? Waarom? Ze willen niet dat je er bent. En daarom wil jij er zijn. En daarom wil ik er zijn, dat is mijn plicht is, geloof ik. Maar die hele campagne was alleen maar bedoeld om angst aan te jagen. Ze hebben ook echt het minste gedaan wat ze hoefden te doen. Ze zijn namelijk naar een lodge gegaan waarvan bekend is dat daar journalisten zitten. Daar hebben ze een paar opgepakt en dat was het. Zouden ze mij echt willen pakken, en namelijk dan hadden ze al jarenlang een computer bij de grens neergezet. En daar staat in Bram Vermeulen, journalist. Zelfs dat, ik bedoel, Zimbabwe is een dictatuur, maar een falende dictatuur, godzijdank. Daarom kunnen we wel wat doen. Sta jij in Google dat ze meteen kunnen checken? De eerste 14 pagina's zijn voor de andere Bram Vermeulen. De overleden begeleider Freek Dierman. Tegen die tijd ben je al binnen dat ze daar doorheen zijn. Maar goed, je lacht daarom, maar het was een gevaarlijke klus. En de vraag is of je niet te veel risico neemt. Want ja, je moet verzekerd worden en je hebt vrouw en kinderen of in elk geval familie. Verzekering weet ik eigenlijk niet eens wat dat... Van dit zou je kunnen zeggen dat we dat... Daar hebben collega's aan zitten kijken. Je bent knettergek dat je het hebt gedaan. Maar ik ben ook niet roekeloos. De meeste afspraken die ik maak, daar bel ik mensen voor die ik ken. En je spreekt af achter gesloten deuren. Ik bedoel, het gevaarlijkste wat je kunt doen is midden in de hoofdstad op straat gaan staan te filmen en mensen gaan interviewen. Ik bedoel, dan ga je er de bak in. Ja. Dus je moet weten met wie je moet praten en kunt praten. En dan kan het goed gaan, heel lang. Het is natuurlijk heel fijn dat je bij ons aan tafel zit, maar eigenlijk moet je daar zijn. Heb je dat gevoel? Ja, dat wel. Ik ben 3 weken in Zimbabwe geweest. Het was op een gegeven moment ook echt wel genoeg. Zeker toen ik doorkreeg dat de oppositie niet ging doorzetten. Geen feest ging vieren. Sterker, de oppositieleider vertrok 4 dagen voordat ik wegging. En toen wij uiteindelijk weggingen, had ik wel het gevoel dat het nieuwsmoment even weg was, als je daar al over mag spreken, het nieuwsmoment. Maar op dit moment hoor ik voortdurend van mensen uit Zimbabwe, worden er kiezers in elkaar geslagen omdat ze verkeerd gestemd hebben. De afranselingen, de intimidatie vinden nu plaats en dat is natuurlijk precies de reden waarom Mugabe ons weg wilde. En dus moet ik er zijn. Dus wil ik ook wel echt heel snel terug. Dat je nog steeds erg nuttig gaat maken, in plaats van dat je de nieuwsbrenger bent, ga je ook een stuk opinie achtergrond gaan geven. Waardoor de mensen toch wat beter begrijpen hoe dat land in elkaar zit, wat daar gaande is en al dat soort dingen meer. Dacht je in Afrika nog wel eens aan Pim Fortuyn?
Ik heb heel veel aan Pim Fortuyn gedacht in Afrika. Ja? Ja, ja, wonderbaarlijk veel. Vertel waarom. Pim Fortuyn werd vermoord toen ik net 6 maanden in Afrika zat. En ik zat in een land waar het politieke correctheid en het taboe opnieuw was uitgevonden. 10 jaar na het einde van de apartheid. Mandela's boodschap was eigenlijk, we kunnen wel van alle dingen vinden van elkaar, maar we hoeven het niet te zeggen. Het heeft niet zo heel veel zin. En op het moment dat ik me onderdompelde in die maatschappij en keek wat die onverdraagzaamheid eigenlijk kan doen, werd Nederland gek. Pim Fortuyn hoorde bij die beweging en uiteindelijk zijn er zoveel andere politici geweest die daarop in hebben gehaakt. En ik vind het afschuwelijk. Ik vond het echt afschuwelijk. Ik zag mensen dingen op televisie zeggen die je zelfs in Zuid-Afrika niet meer kunt zeggen. Geef eens een voorbeeld. Nou ja, de dingen die er over moslims worden geroepen. Nederland is een monothematisch land geworden. Net zoals Zuid-Afrika een monothematisch land was, altijd alles over zwart en wit gaat. Mm-hmm. Wordt er hier alleen nog maar gesproken over moslims en christen. Alsof dat het enige is. Ook hier aan tafel wordt vaak gesproken over dat de democratie in Arabische landen niet bestaat. En dan denk ik, of in moslimlanden niet bestaan. Dan denk ik, ja maar, Afrika is meer dan de helft christelijke landen, bestaat die ook niet. Dat heeft veel meer met onderontwikkeling te maken dan per se met de islam. En waarom zien we dat niet? En waarom focussen we alleen maar steeds op het nieuws uit het Midden-Oosten? En is Afrika bijzaak of Latijns-Amerika? Dat is echt jammer. En dat komt ook omdat er te weinig correspondenten zitten in dit gebied. Maar Ton Fortuyn, heb je de indruk dat dat een beetje de erfenis van Pim ook is? Dat er op die manier wordt gedacht in zwart-wit? Nee, denk ik niet. Ik denk eigenlijk dat de afgelopen 5 jaar heeft bewezen dat Pim toch een aantal zaken aangekaart heeft die onder de bevolking leven. Dus je zou ook niet van de erfenis van hem moeten spreken, maar ik denk dat het Nederlandse volk of degenen die op hem gestemd hebben of die beweging ondersteund hebben, ja, dat zijn de erfgenamen. Daar is niet veel van over, hè? Als je nou kijkt naar zo'n, heeft u er iets van gevolgd van zo'n bustour vandaag? Of? Nee, ik heb er van het begin af aan niet aan meegedaan en ik vind dat openbare vertoon vind ik niet nodig. Dat is en doe daarom ook niet mee. Laten we er even naar kijken. Om even de sfeer te krijgen van de dag vandaag. Voor die mensen die wel in de openbaarheid nog hun verdriet met elkaar wilden delen. Het is rustig op het GW Burgerplein. Een handjevol Pim Fortuyn aanhangers heeft zich verzameld om aan de bustour mee te doen. Ik heb hem zo een aantal jaren gevolgd. Tot aan zijn dood. En dat ging me behoorlijk aan. Ja, zijn ideeën die waren zo diep. Ja, hij meende het. Ondertussen stappen de laatste mensen de bus in. In totaal gaan er 36 mee. Een groot verschil dus met de duizenden die naar de begrafenis van Fortuyn kwamen. Ik denk dat dat wel een soort hype was. Die mensen die denken misschien nou nog aan, maar die gaan niet mee. Die zijn niet zo fanatiek als wij. Vindt u dat niet zonde? Dat vind ik erg zonde, ja. Het zou meer moeten zijn. Nou ja, zouden we eigenlijk met 20 bussen naar Driehuis en Mediapark moeten gaan. Ja, hoe kijkt u dan naar die mensen die daar in zo'n busje zitten met een petje op, met de datum? Nou, dat is een harde kern en ik denk dat het best met een hele goede bedoeling is. Het zijn hele fanatieke aanhangers van Pim geweest, zonder enige twijfel. Ja, ze hebben de opkomst en de neergang van Pim hebben ze eigenlijk van dichtbij meegemaakt. Want veel van deze mensen die waren dus wel op een of andere manier bij zaken betrokken. Zij het pamflettenpark of noem het op. En ja, het is misschien toch ook een klein beetje een type mens wat naar de zijkant van de maatschappij geschoven is. Toch in Pim iemand zagen die hun redder zou kunnen zijn, heiland of wat dan ook. Maar ja, staat haars op datgene wat Pim zei. Die had het over, je moet het zelf doen, ja? Maar die mensen die zo in zulke grote getalen zo verdrietig waren en op het hysterische af toen uw broer werd vermoord, zijn dat binnen 6 jaar lijkt het haast wel vergeten? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat is weer teruggegaan naar de mensen thuis. Ik denk dat er veel meer mensen nog moeite hebben met de moord op Pim dan we dat weten. Ik woon nog te veel op straat, zowel in Vlaanderen als in België, maar ook als ik op vakantie ben. Word ik aangesproken en dan krijg je hele verhalen toch te horen van mensen, het verdriet wat ze hebben. En nou wil ik niet zeggen dat dat echt exemplarisch is voor de totale kiezerpopulatie van Pim toen de tijd. Maar het leeft wel degelijk, maar die mensen die hebben zich toch weer langzaam, want ze waren naar buiten gekomen met wat hulp van Pim. En ze hebben zich weer teruggetrokken eigenlijk in hun eigen kastelen.
Antoinette, vind je het niet merkbaar dat in iemand die zo belangrijke mate publieke opinie destijds domineerde, daar 6 jaar is er eigenlijk weinig van over? Of zeg je dat zit hem nu bij andere mensen en andere partijen? Ja, dat zit hem zeker bij andere partijen en andere mensen. En ik denk inderdaad dat het gevoel wat hij wakker gemaakt heeft, dat dat niet verdwenen is. Sterker nog, ik denk dat waar Bram het net over had. De manier waarop er in Nederland gesproken is en wat het publieke debat op dit moment inderdaad overheerst, dat dat nog steeds terug te voeren is naar de gevoelens die Pim ook wakker gemaakt heeft. En vind je dat een prettig iets of onprettig iets? Nou, ik denk dat het onvermijdbaar geweest is. Ja, maar ook terecht. Terecht? Ja, dat heeft hij terecht, heeft hij dat aangekaart, omdat men had toen de tijd had men daar een etiketje op geplakt. Er waren onderbuikgevoelens en dat was dus onvrede, et cetera. Maar ik denk dat er eerder gesproken moet worden over het feit dat er steeds meer mondige mensen zijn die het gewoon met een stuk beleid in Den Haag of waar dan ook niet eens zijn. En vandaar dat ik zeg, het leeft nog steeds, het is er nog steeds. Meneer Van den Berg? Ja, maar is het niet zo dat je kan zeggen dat de aanhang van uw broer van destijds, dat men die nu terugvindt bij Wilders en mevrouw Van Donk? Ja, Maurice de Hond heeft vandaag onderzoek gedaan en daaruit bleek dat ongeveer de helft van de aanhang van Rita Van Donk komt uit dat destijds Pim-partij. Ja, maar dat vind ik helemaal niet verbazing. Nee, dat verbaast mij ook niet. Nee. Waarom vind je dat niet verbazing? Nou, omdat die onvrede nog steeds in Nederland heerst. En Rita Van Donk organiseert de onvrede. Sorry? Rita Van Donk organiseert de onvrede. Men kiest haar in die rol van leider omdat er weer een spreekbuis is die datgene kan zeggen wat de mensen dus niet en masse dus op een gegeven moment kenbaar kunnen maken in Den Haag. Weet je wat, dat begrijp ik dus niet van het Nederland dat ik achtergelaten heb, is dat de onderbuikgevoelens van de autochtoon, die moeten we horen, daar sturen we speciale verslaggevers de straat op en we moeten nu het volk aan. Terwijl de onderbuikgevoelens van de allochtoon met vuur en zwaard bestreden moeten worden. Daar zit volgens mij een ongelijkheid in die niet klopt. Is toch heel ver, want ik denk dat het zittende gezag, en dat zijn nog steeds zijn dat min of meer regenten, hebben er meer baat bij de allochtonen dus vooralsnog te negeren. Ja? En die kaart van de autochtonen te negeren en de allochtonen dus op een gegeven moment meer aandacht te geven. Je krijgt het krankzinnige dat we moeten meer aandacht gaan besteden op 4 mei herdenking van Marokkaanse of wat dan ook mensen die dus meegeholpen hebben met de bevrijding van Nederland. Maar je kunt toch niet zeggen. Wij zijn dat land die Amerika verkettert. En kijk dus een keertje terug vanuit Duitsland tot in Frankrijk. Ziet u al die velden met die witte kruisen. Hoeveel Amerikanen liggen er? Dankbaarheid kennen we niet. En dan moeten we dus een hele kleine groepering die misschien ook wat gedaan heeft voor de bevrijding van Nederland, die moeten we naar de voorgrond brengen. Nog even tot slot iets persoonlijks. Hoe herdenkt u uw broer op zo'n dag als vandaag? Nou, ik was van plan om het gewoon in eigen kring te doen samen met mijn vrouw. Vanmorgen heb ik dus de vlag half stok hangen, want dat vind ik, dat verdient hij wel. En ik had een afspraak met voor het gesprek een televisiezender. En toen kwamen jullie door de wocht heen vliegen en mag ik hier ook nog wat zeggen? Nou, dat zat ik erop krijgen. Maar het was niet gepland. Nee. Okay. Hij heeft, de moordenaar van Pim heeft 18 jaar gevangenisstraf gekregen, hè? Als ik het goed zeg. Nou, effectief 12. Nou ja, maar goed, 18 jaar. En meneer Van den Berg, we gaan straks met u over juryrechtspraak praten. Ja. Denkt u niet dat zo kort na die moord een jury tot een hogere straf was gekomen? Misschien, maar misschien ook niet. Het was ook denkbaar geweest dat een college van 3 andere rechters tot een andere straf was gekomen. Dus het maakt niet uit, bedoelt u te zeggen? Kijk, mijn vraag is natuurlijk gericht op die onderbuikgevoelens die wakker werden gemaakt vlak na die moord. En dat is ook vaak een aspect dat tegen juryrechtspraak wordt ingebracht. Ja, het gezoende des volks en vrienden zou ertoe leiden dat juries geneigd zouden zijn zwaardere straffen op te leggen. Daar is wel onderzoek naar gedaan. Wat men heeft aangetoond is dat naarmate leken ook meer weten van een strafdossier, dat ze toch geneigd zijn om genuanceerder naar een zaak te kijken en ook nog wat milder worden in een straf die eventueel moet worden opgelegd. Ik ben er niet zo bang voor dat als er juryrechtspraak komt, dat de straffen plotseling draconisch oplopen. We gaan het er zo over hebben. Sterker nog, ik vind ook dat een jury, behalve over schuld of onschuld van de verdachte, ook iets zou moeten zeggen over de strafmaat. Goed, na de zeepservice. Het boek
dat ons het diepst heeft geraakt en daarmee de winnaar van de Libris Literatuurprijs 2008 is, is Sleur is een roofdier van D. Hoyer. Ja, en dan kun je zeggen, ja, er is nu iets vreselijks gebeurd. Ja, dit is ook gebeurd, maar ik denk niet, en ik pretendeer ze te kennen, dat ze het nu laten dwingen, ja, van, goh, nee. Er is iets gebeurd. Ja, ik zat afgelopen weekend op Ameland. Leuk familieweekend. Ja? Alleen er was een gang die een beetje schuin afliep. Dat had ik niet snel genoeg in de gaten, dus wederom spagaat en terug naar twee krukken in plaats van naar geen één kruk. Wat is nou de moraal van dit verhaal eigenlijk? Een ezelstoot zeg ik. Ik zal het zelf maar zeggen. Ja. Ik heb overigens verleden week ook nog een mailtje binnengekregen van iemand van een luchtvaartmaatschappij. Die meldde dat Joran op weg naar Bangkok in het toilet was betrapt op het roken van een joint. Wat is dan de verklaring voor zijn succes? Ja, dat hij als eerste tegen die hele vaststaande, dat hebben meer mensen van die hele vaststaande politiek opeens iets durfde te zeggen wat heel veel mensen dachten over migranten, over waarvan je denkt van nou, Pim op het randje, maar hij verwoordde de gevoelens. Ik blijf ermee zitten dat hij, want hij was natuurlijk gewoon een kale, ijdele flikker met twee hoortjes in een rare demon. Dat hoort helemaal niet bij Nederlandse, rustige, Calvinistische burgers. Goed, Wout van den Berg, de vicepresident van de rechtbank in Amsterdam. We gaan het hebben over juryrechtspraak. U zei net, voordat we naar de ZEP-service gingen, ja, het had misschien ook wel niet uitgemaakt. Dus wat is dan de belangrijkste reden om toch juryrechtspraak in te voeren in Nederland? Omdat ik vind dat ook de strafrechtspraak gedemocratiseerd moet worden. We hebben een democratische rechtsstaat met een verregaande democratisering van de wetgeving en het bestuur. En zoals u weet is er nog een derde pijler onder onze staatsinrichting en dat is de rechtspraak. En ik vind dat daar ook sprake moet zijn van burgerparticipatie. Maar nou denken wij in zijn algemeenheid, en misschien niet helemaal onterecht, dat rechters verstandige mensen zijn. Die ook gedurende een behoorlijk lange tijd gestudeerd hebben. Ja. Een analytisch vermogen hebben. Hoofd van bijzaken kunnen onderscheiden. Al dat soort dingen die belang zijn om uiteindelijk af te wegen of paal straks 6, 12 of helemaal niet in de gevangenis gaat. Ja, nou, rechters zijn zeker verstandige mensen. En dan zie ik net die bus met fortuinisten. En dan denk ik, mijn god, als die dat moeten bepalen, dat is iets waar we voor mee hebben. Ja. Ja. Nee, ik ga ervan uit dat ook de mensen die te zijner tijd de jury zullen bevolken, dat dat ook verstandige mensen zijn. En ik vind dat men eens op moet houden met het dédain voor de gewone man in de straat, om het maar eens oneerbiedig te zeggen, dat die niet voldoende gezond verstand zou hebben om te beoordelen in een strafproces of iemand schuldig is of niet schuldig maar is. Wat is dan de... Het is een hardnekkig misverstand dat in een rechtenstudie of in een rechtersopleiding geleerd zou worden, ja zelfs geleerd zou kunnen worden, hoe je erachter komt of iemand iets gedaan heeft of niet. Nou ja, dat is een vaardigheid. Aan de hand van de feiten die je krijgt van aan de ene kant de advocaat, die dat met allerlei intimidatie doet, en aan de andere kant de officier van justitie. Ja, toch ga ik ervan uit dat leden van een jury moeten kunnen beoordelen na een proces te hebben bijgewoond of de verdachte zich schuldig gemaakt heeft aan wat hem te lasten wordt gelegd of niet. En als ze vinden van wel, dat ze dan ook een terechte straf kunnen bedenken voor zo iemand. Dus de laatste hadden we, ik geloof wel twee gevallen hier aan tafel, maar in elk geval één, dat van Lucia de B. Ja. Waardoor allerlei wetenschappers uitgebreide rapporten zijn gemaakt, dikke boeken zijn geschreven, om uit te leggen dat dat wat justitie bedacht had niet klopte. Ja. Dat hangt nog, of dat klopt of niet, maar daarom ze is wel voorlopig vrijgelaten. Ja, daarom wil ik er ook niet al te veel over zeggen. Maar de vraag is, als zelfs juristen van naam en faam, aangevuld met wetenschappers van psychologen en wat dan ook, daar niet uitkomen, hoe kunnen wij dan als eenvoudige burgers in, wat is het, een paar dagen daarover een verstandig oordeel vellen? Kijk eens, zo'n zaak is een ingewikkelde zaak, omdat er medische kwesties bij spelen, kwesties van statistiek. Hoe gaat dat in het proces zoals wij dat kennen? Dat zijn onderwerpen waar de rechter als jurist van huis uit ook geen verstand van heeft. Daarover moet hij zich laten voorlichten door deskundigen, medici, statistici op de zitting. Ja, maar die deskundigen die praat heel ingewikkelde taal. Nee? Dat ging om heel ingewikkeld gift, wat wel of niet in een bepaalde mate werd aangetroffen in de. Maar als zo'n deskundige in een strafzaak
waarin ik in de rechtbank zou zitten, hele ingewikkelde en moeilijke taal zou spreken, zou ik hem dringend verzoeken dat niet te doen, omdat ik het anders niet meer kan volgen. En ik zie de taak van de professionele rechter, want die blijft natuurlijk een belangrijke functie vervullen, ook in het juryproces, zo dat hij zijn proces zo leidt dat de deskundigen die daar op de zitting komen, de jury in eenvoudige en begrijpelijke taal over moeilijke aspecten de dingen uitlegt. Zodat die juryleden, net als de professionele rechter nu, daar zelf hun gevolgtrekking uit kunnen maken. Ik vind het zo'n rare reden dat je het zou moeten willen, juryrechtspraak, omdat het democratiserend zou zijn. Ik denk dat bij de rechtspraak het hoogste goed is de zuiverheid van de uitspraak en de waarheid, de waarheidsvinding die gedaan wordt in zo'n rechtszaak. Dus zouden we ons niet gewoon moeten laten leiden door degene die dat het beste doet, wie dat dan ook is. Als dat de juryrechtspraak is, dan zou je daar misschien om die reden voor moeten kiezen. Maar om dan weer, zoals de burger dichter bij de politiek gebracht moet worden, de burger nu ook weer dichter bij de rechter te brengen. En ik vraag me altijd zo af zou of die burgers... Zou jij in zo'n jury willen zitten? Nou, dat is precies wat ik zei. Ik vraag me heel erg af of burgers... Nou... Je doet niet anders eigenlijk. Nee, doe niet anders. Net zoals de mensen hier in de zaal waarschijnlijk en de mensen die thuis naar dit televisieprogramma kijken. Ja, maar dat wordt ook altijd gezegd, al die consumenten die willen hun eigen ziektekosten verzekering uitzoeken, daar geloof ik helemaal geen barst van. Die mensen vinden dat hartstikke lastig. Dan moeten ze in november en december al die polisvoorwaarden weer gaan lezen om zelf erachter te komen wat de beste is. Ik denk dat heel veel mensen hier helemaal niet mee vermoeid willen worden en dat buitengewoon prettig vinden. Ik ben er wel een voorstander van. Er zijn wat mitsen, maar ik zie het als in eerste instantie, ben ik het volledig met u eens. Het democratiseerde rechtspraak brengt de rechtspraak ook dichter bij de mensen, waardoor maar ze ook beter worden. Nou, ik vind, wat je nu in Nederland hebt, is dat mensen de uitspraken van de rechter niet begrijpen. Ja? Ik bedoel, neem nou Pim. Dat is een heel mooi voorbeeld, hè? Ja. Ja, dus het liefst hadden ze, misschien een aantal mensen hadden hem opgehangen gezien volgens de telegraaf, maar levenslang dat had eigenlijk moeten zijn. Nou, ik denk toch door een stukje signatuur van de rechtbanken, alle twee, eerste aanleg en hoger beroep, ja, is dat 18 jaar geworden. Terwijl je dus meer dan over een moord op één persoon praat. Op dat moment heeft deze man meer veroorzaakt in Nederland dan alleen de moord op Pim. Nou, ik denk dat het nut van... U vindt eigenlijk de enige reden dat het democratisch moet zijn. Maar ik denk dat het nut van democratie aan zich zo overschat is in onze tijd. Je bent wel een tijdje weg, gewoon gezegd. Nee, ik ben al een tijdje weg. Maar kijk, ik ben daar heel sceptisch over. Nee, maar over de democratie. Tuurlijk. En dat zou u niet moeten zijn. In Zimbabwe heeft Mugabe zich aan een aantal democratische principes gehouden, namelijk men kan kiezen. Alleen de informatie waar de mensen zich op baseren is zulke desinformatie, namelijk het komt allemaal door de Britten, dat uiteindelijk toch nog bijna 45% van de kiezer voor hem gestemd heeft. Ja, hetzelfde is gebeurd even in Nederland. Hetzelfde is gebeurd in Amerika en Engeland, waar het heel duidelijk was dat beide leiders, Bush en Blair, gelogen hebben tegen hun kiezers en toch werden ze herkozen. Oké, maar dat is een pleidooi voor journalistiek, want het gaat over desinformatie. Maar nu even naar de democratie. Hetzelfde in de rechtspraak. Uw vraag, meneer Paul. U vraagt zich ook af, ja, waarom moet je die rechtspraak eigenlijk democratiseren? Waarom moet de burger dichter bij de rechtspraak komen? Maar zou u willen dat men zich hardop gaat afvragen, waarom is het nodig dat we dichter bij de wetgeving of dichter bij het lokale bestuur komen te staan? Natuurlijk willen we wonen, leven, werken in een gedemocratiseerde samenleving. Ja, natuurlijk. En we gaan er toch prat op dat we een moderne democratische rechtsstaat. Ja, maar je zegt er een chirurg toch ook niet, weet je wat, geef mij eventjes een mesje, ik dat ook even erbij. Nee. Nee, dat zeg ik ook, dat beweer ook ik inderdaad niet. Nee, maar mijn metafoor is bedoeld om te zeggen dat er dus een bepaald soort deskundigheid bij een vak hoort, dus dat niet iedereen gegeven is. Het is dus een hardnekkig misverstand dat je juridisch deskundig zou moeten zijn om erachter te komen of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd, ja of nee. Dat is een kwestie van waarderen van de feiten en de omstandigheden zoals die blijken tijdens het proces. En die gevolgtrekkingen, of die twijfels, als je die hebt, kan iedereen krijgen en maken. Maar het moet toch voortdurend getoetst worden aan de wetgeving. Dus je moet toch op zijn minst een enorme kennis van die wetten hebben om te weten of een bepaalde handeling binnen of buiten die wet valt. Er blijven natuurlijk bepaalde echt juridische beslissingen in zo'n strafproces. En die moeten voorbehouden blijven aan de beroepsrechter die dat proces voorzit. En dan gaat het over de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie of bepaald bewijsmateriaal mag bijdragen aan het bewijs. Dat zijn juridische kwesties, daar moet je een jury ook niet mee lastigvallen. Maar je kunt een jury gerust toevertrouwen dat men een uitspraak doet over schuldig of onschuldig,
Anders is het toch ook helemaal niet te verklaren dat in alle andere moderne democratieën enige vorm van lekenrechtspraak bestaat. U moet niet vergeten, wij zijn, ik geloof samen met Luxemburg, het buitenbeentje in Europa. En zo'n beetje de enige moderne westerse samenleving waar niet... Is het vorm... zo slecht? Vindt u het echt heel slecht? Ja, ik vind het slecht. Ik vind het slecht dat wij wel hebben gekozen voor democratisering van die twee andere pijlers in onze staatsinrichting, maar niet van de rechtspraak. Begrijp ik dit? Stel dat ze mij vragen... Ik weet wel dat men zegt, ja, alle anderen zijn gek. Maar het doet mij altijd denken aan dat verhaal van die vader die gaat naar de militaire parade van zijn zoon kijken. En die komt 's middags thuis en die zegt, het was vreselijk. Jan was de enige die in de maat liep. Dat is het verhaal. Hij is goed voorbereid en ook goed gemaakt. Ja. Nou geef ik dit. Stel dat ze vragen mij of Jeroen om in de jury plaats te nemen bij het Holleder-proces. Ja. En wij zeggen, nou, die man is schuldig en die moet voor de rest van zijn leven, nou, dat liever niet, 20 jaar de gevangenis in. Ja. En dan komt hij op een gegeven moment weer vrij. Nou, die weet ons wel te vinden. Ja, hoor, dus, want ik heb... dus met andere woorden, ja. Je gaat terughoudend optreden dan. Is ook nergens een reden geweest om van dat concept van lekenparticipatie in de rechtspraak af te stappen. En wij hebben ook, denk ik, in Nederland niet een cultuur van dat de veroordeelde achteraf wraak neemt op de personen van wie hij meent dat ze hem dat hebben aangedaan. Ik ben daar niet bang voor. Zou misschien in eerste aanleg zijn, als je zo'n jury rechtspraak zou krijgen, te laten bepalen schuld of onschuld. Ik denk dat de strafmaat moet je een stap later doen. Ja, dat het wat meer ingeburgerd is. Ik denk dat dat misschien ook wat beter is. Ja, er zijn allerlei praktische oplossingen voor hoe je dat kan. Nou, bent u vicepresident van de Amsterdamse rechtbank. Gaat u nou een initiatief nemen verder? Kunt u daar nou verder nog iets aan doen? Of laten we het daar niet aan Verdonk over? Dat het morgen heel stil is in de koffiekamer. Ik dacht wel dat ik met mevrouw Verdonk zou worden geconfronteerd. Ja, maar het is heel prominent. Maar ik was lekker eerder. U was eerder? Ja. En u denkt toch niet dat ik dat artikel in NRC Handelsblad en de andere bladen waarin het eerder heeft gestaan heb geschreven om van haar een adhesiebetuiging te krijgen. Zo is het. Maar los daarvan. Ze is wel een politica, ze kan iets tot stand brengen. Nou kijk, op zichzelf vind ik het niet verkeerd dat wanneer zij er iets over zegt in het openbaar, dat dat een zekere spin-off krijgt in de politiek. Want ik vind wel dat de discussie die er is geweest, naar aanleiding van de interventie, meen ik destijds, van Eertmans, LPF, Tweede Kamerlid, dat heeft ertoe geleid dat de minister Hirschballing zich heeft laten adviseren door professor De Roos uit Tilburg. Die heeft een niet onverdienstelijk rapport geschreven, maar wel helaas met handvatten erin voor de minister om het onderwerp vervolgens van tafel te vegen. En ik vind dat de Tweede Kamer zich op die manier door de minister heeft laten ringeloren en ook ten onrechte van het thema geen werk meer heeft gemaakt. Dus om de politiek weer enigszins wakker komt te schudden. Het komt er ooit. Wanneer? Ja. Nou, die processen die gaan langzaam. Ja, maar u kent ze. Nou, ik ben niet zo enorm ingevoerd in... Nee, ik bedoel het wetgevingsproces in dit geval, niet het strafproces. Ik ben daar niet erg in ingevoerd. Naar mijn mening hoeft het niet zo te zijn dat er bijvoorbeeld ook een ingrijpende grondwetwijziging nodig is. De wet is betrekkelijk... 2020? Eerder misschien wel. Nog één laatste vraag daarover. U bent vicepresident, dus u kent veel rechters. Hoe denken zij er in zijn algemeenheid over? Als we het begrip democratie hier nou even op van toepassing laten zijn. Zijn zij voor of zijn zij tegen? Zij zijn nogal onuitgesproken. Veel collega's zien er niets in. Van andere collega's krijg ik wel bijval. Goed. Antoinette Hertzberg. Wat meer mooie uitzending gisteravond. Ja, wij ook. Het ging over onder meer de artsenbezoekers. Ja. En daar zat een fragment in waarin een artsenbezoeker, een vrouw in dit geval, samen met een zogenaamde stagiaire, bleek een medewerker van jouw programma te zijn, niet alleen de arts bezocht, maar ze ook in de wachtkamer terecht kwam. En daar niet de arts, maar zelfs een patiënt aan sprak. Laten we even kijken. Nou, dat is heel goed. We hebben gewoon hun bloed elkaar meten. Heel belangrijk. Ja. Nou, het is vaak de vroege ochtend die zo gevaarlijk is. Je hebt er hartstikke goede medicijnen voor. Ja, die ook die vroege ochtend juist beschermen. En gebruiken. Ja, want er komt een hartinfarct zo, of een herseninfarct. Dus die heb je heel makkelijk. Voor hetzelfde geld krijg je misschien schiet er een prop of wat dan ook. Nou, wat mensen overleden hoor. Het is echt zo'n stille sluipmoordenaar is het, hè? Wat gebruik je dan? Prop.
Propranol of zoiets, dat is s'avonds. En 1 april, dat is. Dat is gewoon dat is leuk s'morgens, een halfje. Oké. Okay. Is het dan niet handiger om iets van myocardus te nemen of zo? Dat kun je maar eenmaal daags nemen, dat werkt 24 uur. Nou, ja. Deze artsenbezoeker ging wel heel ver. Ja. Door namelijk ook de patiënt te benaderen. Maar in het algemeen ging de uitzending in een tweeluik over de invloed van de farmaceutische industrie op de beslissingen van artsen. Is het een taak van Rador om dat soort journalistieke onthullingen te doen? En meer dan bijvoorbeeld gewoon een consument die een vraag stelt over de kwaliteit van een medicijn te beantwoorden? Ja, ik vind het allebei de taak van Rador. Ja, als wij kunnen aantonen hoe dat het voorschrijfgedrag van artsen verandert door de farmaceutische industrie, waar veel geld bij gemoeid is. We hebben laten zien dat er 1,3 miljard jaarlijks omgaat in dit soort marketingtechniek van de farmaceutische industrie. En dat er 1 miljard bespaard kan worden als huisartsen zich alleen maar houden aan hun eigen richtlijnen, gewoon de eerste keusmiddelen voorschrijven die daarvoor staan. Dan denk ik dat is een consumentenzaak, want dat hoesten we wel met z'n allen op, dat geld. Maar goed, dat geeft dus eigenlijk ook aan dat die artsen kennelijk of lui zijn. Of in ieder geval niet zo heel veel zin hebben om alles goed in de gaten te houden. En zich een beetje om laten komen door iemand die met een pilletje voor de deur staat. Ja, in een aantal gevallen is dat inderdaad een trieste constatering. Dus die voorstelling van jou om lekenartsen. Ja. Goed, jullie hadden enige tijd geleden, ik geloof 4 weken geleden, een uitzending, ook in een tweeluik, meen ik me te herinneren, over een vleesfabriek. Nou, zo mag je het niet noemen, maar een slachthuis. En dat was een tamelijk onthullend reportage, omdat de kijker de indruk kreeg dat daar zeg maar gerust smerig vlees uit tevoorschijn kwam. En dat is natuurlijk voor de consument niet gunstig. Ja. En de man die daarvoor verantwoordelijk was, die werd met name genoemd. Laten we even kijken. Ooggetuigen verklaren dat in het Leeuwardense slachthuis regelmatig gewonde en zieke koeien toch geslacht worden. En ze hebben het iedere keer over dezelfde persoon. Een zekere visser. Hij is eigenaar van Friesland Beef en laat zijn vlees slachten bij het slachthuis Friesland Vlees. En volgens verschillende ooggetuigen is er in het slachthuis maar één iemand die de baas is over de slacht van de runderen. Henk Visser. Dus niet die dierenarts van het VWA bepaalt hoeveel ziek vlees er weggesneden moet worden. Nee, die Henk Visser die maakt het zelf wel uit. En verder melden de getuigen ons dat Visser in het bezit is van een eigen stempel. Vlees van dood aangevoerde koeien mag bijvoorbeeld nooit in het buitenland terechtkomen. Hoe Visser dit omzeilt, blijkt uit de volgende verklaringen van de ooggetuigen. Visser snijdt die stempel er gewoon af en zet er een buitenlandstempel op. Een stempel die nota bene alleen maar in bezit mag zijn van de Voedsel- en Warenautoriteit. Nou, dat vond meneer Visser niet leuk. Nee. Maar, en het bedrijf gaat nu, ik geloof dat het bedrijf morgen zijn sluiting bekend moet maken. Ja. Ja, bent u er verontwaardigd over? Of wat? Nee hoor, helemaal niet, maar ik heb het toevallig gehoord. Ja. Hoe maken jullie zo'n afweging? Want je weet dat dit natuurlijk ontzettend veel ophef gaat veroorzaken. Nou, dit was niet echt een tweeluik. We hadden wel een paar weken daarvoor hadden we aandacht besteed aan een uitgelekte brief van de hoofdinspecteur van de Voedsel- en Warenautoriteit. Die aangaf in een jaarlijkse rapportage aan de minister van LNV dat er onvoldoende geld was voor controles, onvoldoende menskracht beschikbaar was en dat direct gevolgen zou kunnen hebben voor de voedselveiligheid. Nou, voedselveiligheid vind ik bij uitstek een consumentenonderwerp. Ja. Dus natuurlijk zijn wij toen een beetje op zoek gegaan en hebben een aantal mensen gesproken. En uiteindelijk kwamen wij terecht bij dit bedrijf. Wij hebben daar heel veel getuigen gesproken. Dat is heel veel? We hebben 4 getuigen die echt. We hebben meer mensen gesproken, maar 4 getuigenverklaringen waar wij de uitzending op gebaseerd hebben. We zijn heel zorgvuldig te werk gegaan. Er zijn ook voorafgaand aan de uitzending juristen bij betrokken geweest. En wij zijn pas tot uitzending overgegaan nadat minister Verburg in Buitenhof de zondag daarvoor aangekondigd had een permanente controle bij dit bedrijf te zullen gaan doen, omdat zij een klokkenluider had gesproken en ook van mening was dat er mogelijk iets aan de hand zou zijn bij het bedrijf. Ja, en die klokkenluider, dat was ook iemand die bij jullie programma betrokken was? Daar kan ik niet op ingaan. Is dat nu voor een politiek antwoord? Ja, dat is een heel politiek antwoord. Ja. Er wordt namelijk voortdurend in de kranten gedreigd met een miljoenenclaim naar de TROS. Ja. Dat betekent dat de zaak op dit moment gejuridificeerd is en dat de TROS mij ook het advies heeft gegeven om daar geen uitspraken over te doen. Want op het moment dat het onder rechters komt, dan wil je niet je eigen advocaat voor de voeten lopen. Hebben de lekenrechters het idee dat we hiermee... of moeten ze toch gewoon antwoord geven, Martin Fortuyn?
Nee, ik vind wat ze nu zegt is terecht. Oh, oké, goed. Nou, dan gaan we door. Ik ben ineens voor lekenrechten. Ja. Nu is dit een belangrijke kwestie. Want mevrouw Verburg heeft inderdaad aangekondigd dat ze streng gaat controleren. Maar is er ook weer mee gestopt omdat ze niks gevonden heeft? Nou, kijk, als je van tevoren tegen mij zegt, ik ga eens kijken of jouw slaapkamer wel netjes opgeruimd is. En we gaan dat reizen. Ik geef hem al een slaapkamer. Ja. En we gaan morgen kijken of die opgeruimd is. Dan is die morgen opgeruimd. Maar meestal is het zo met controles, die kondig je niet aan. Nee. Maar die doe je onverwacht. Maar ik hoorde mevrouw Verburg op de radio 2 weken geleden bij de TOS Kamerbreed zeggen. Toen werd haar namelijk ook deze vraag gesteld. Van ja, mevrouw Verburg, is dat niet een beetje stom dat u dat van tevoren had aangekondigd? En toen zei ze, nee, ik zei dat zondag in Buitenhof. Maar wij waren vrijdag voor die zondag, waren wij al begonnen met controleren. Vond ik opmerkelijk ook dat ze dat zei. Ik heb daar de Buitenhof uitzending nog eens op nageslagen. En toen zei zij dat zij vanaf morgen die controles zouden gaan doen. Ja. Dus wij zijn ervan uitgegaan dat die maandags pas gedaan hadden. En wij hebben ook uit het veld niet gehoord dat eerder al controles hadden plaatsgevonden. En ik denk toch echt dat wij dat gehoord zouden hebben. Is het nou zo dat jullie je ervan bewust zijn dat hier een bedrijf gesloten kan worden met consequenties voor de ongeveer 100 gezinnen die daaraan vastzitten? En dat jullie, omdat je je daarvan bewust bent, heel zorgvuldig, stap voor stap, met advocaten en wat dan ook, bekijken welke consequenties het kan hebben als jullie dat uitzenden? Wij kijken bij de meeste uitzendingen echt heel zorgvuldig. Met juristen elke keer? Nou, niet elke keer met juristen, want dat is niet altijd nodig. Maar op het moment dat we denken dat het inderdaad heel gevoelig ligt en belangrijk kan zijn, dan kijken we daar inderdaad zin voor zin naar wat we uitzenden en wat we niet uitzenden. En met in het achterhoofd dat zo'n bedrijf dicht kan? Of nee, niet zozeer met het achterhoofd dat een bedrijf dicht kan, want dat is niet onze verantwoordelijkheid. Dat klinkt een beetje onaangenaam misschien, maar ik ben nog steeds van mening dat als er niks aan de hand was met die runderen, waarom is die aanvoer dan gestopt? Als het gewoon normale koeien waren, waarom is die aanvoer dan gewoon door? Nou ja, dat weet je. Omdat als Antoinette Herzenberg iets zegt over welk product dan ook in een TROS-uitzending, dat product het verder wel kan vergeten. Nou nee, dat is echt niet zo. We hebben het heel veel over UPC gehad. Echt tot vervelend toe. En ze bestaan nog steeds. Hetzelfde geldt voor de Nuon. Tot je verdriet. Ja. Nee. Maar zo zijn er vele. Maar naarmate het bedrijf groter is, kunnen ze zo'n klap makkelijker opvangen. Ja. Maar een bedrijf met 100 werknemers is niet zo'n ontzettend groot bedrijf. Nee, maar dan hebben we laatst een meubelverkoopbedrijf en een meubelwinkel gehad. Dat was een kleine bedrijf, dat hebben we behandeld. Dat was Jensikova. Ja, verschrikkelijk bedrijf. Had jij daar niet een bank bij besteld? Ja. Maar goed. Overigens, zij hebben de problemen opgelost. En dan gaat het wil echt niet altijd zeggen dat als je in radar genoemd wordt, dat je bedrijf failliet gaat. Dat is echt onzin. Maar nu nog even, want dit is wel een afweging die jullie met z'n allen maken per keer. En dan is er een jurist en die zegt, dit mag je wel. Je mag geen verschrikkelijk bedrijf zeggen, zeggen ze dan, Antoinette. Of hoe ver gaat het? Nou, wij zeggen ook niet zomaar. Leg je tekst voor? Dat zijn de uitzonderingen, maar dat gebeurt wel eens, ja. Ja. Daar hangen natuurlijk, kijk, Radar is een programma wat zich er toch wel op richt ook om grote bedrijven aan te pakken. We zijn een groot programma. Er kijken enorm veel mensen naar het groot succes. Groot succes. Dus een klein bedrijf aanpakken, daar moet wel erg goede reden voor zijn, vind ik. Daar moet er wel echt gerommeld zijn. Maar een groot bedrijf aanpakken. Dan weet je echt dat aan de andere kant juristen letterlijk mee zitten te schrijven. En erop zitten te wachten om daar juridisch iets mee te doen op het moment dat ze dat kunnen. En voor bedrijven, een grote verzekeraar, zijn dat de kosten niet op hun totale jaaromzet. Mm-hmm. Voor de TROS zijn het de kosten wel. Dus daar moet je voorzichtig mee omgaan. Ben jij ook journalistiek betrokken bij het programma? In de zin dat je niet alleen presenteert, maar ook bij alle onderwerpen? Ik doe samen met Erwin Schievink de eindredactie van het programma. En jouw persoonlijke opvattingen over dieren en wat iets meer zijn, speelt dat ook nog een rol bij de keuze van zo'n onderwerp of niet? Ik heb me het lot van dieren altijd aangetrokken. Ik ben ooit bij de dierenbescherming vandaan getrokken door de TROS. Dus dat wisten ze. En ik heb zelfs de afspraak gemaakt, helemaal in het begin al met de TROS, dat in Radar regelmatig ook dierenwelzijn en dierenonderwerpen aan de orde zouden komen. Dat binnen het speelveld van een consumentenprogramma, zoals de TROS dat voor ogen stond, dat het zou passen. Dus dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Ik vind wel dat alleen dierenleed of dierenwelzijn, dat zullen we niet zo gauw brengen. Daar moet er wel een consumentenaspect aan zitten, zoals in dit onhaalbare geval voedselveiligheid. Maar is het zo, want je bent vegetariër geworden, geloof ik. Ik was het al voordat ik bij de TROS ging werken. Ja, maar als je dan die beelden weer ziet van die koeien die daar gedood worden,
dat je dan weer een soort blinde woede over je krijgt? Of dat je... Nee hoor, nee. Ik ga niet meteen in raad. Ik vond het geen gezicht, moet ik je zeggen. Ik heb nooit zo'n slachterij gezien, maar... Ja, nou, maar ik moet je eerlijk zeggen dat als ik... Ja, die beelden van die hele magere koeien die wij uitgezonden hebben, vind ik verschrikkelijk. Want ik zie dat die koeien echt niet gezond zijn. Maar als ik beelden zie van gezonde koeien die geslacht worden, vind ik het ook verschrikkelijk. Hoe reageert de winkel eigenlijk als Antoinette Herzenberg binnenkomt? Heel beleefd. Een deken over producten. Wilt u een kopje koffie, mevrouw Herzenberg? Wat ziet u er weer schitterend uit vandaag. Ja, dat gaat best wel heel soepel, ja. Ik had een tijdje geleden, stond ik een koelkast, dat heb ik ook wel eens, hè, dat ik een koelkast uit moet zoeken. En toen kwam er een meneer bij me staan die zegt, wilt u misschien zo'n aanvullende garantie kopen? En dat is eigenlijk volstrekte onzin, want je bent als consument eigenlijk gewoon heel goed, is het behoorlijk goed geregeld in Nederland. Dus ik kijk die man eens een beetje zo kritisch aan. Zodat ik, nou nee, ik dacht het al. Maar ja, ik zou zeker het hoofdkantoor gebeld hebben als het wel gelukt was. Jullie doen heel veel met financiële producten. Heel veel, ja. Maar hoe komt dat? Is dat omdat dat een enorm werkterrein is? Omdat er ongelooflijk veel rommel wordt aangeboden in die sector? Ja, dat kun je wel zeggen. We hebben natuurlijk eerst een legio-lease-affaire gehad. En daar waren honderdduizenden Nederlanders waren daarbij betrokken. En vervolgens rolden we natuurlijk een beetje van het een in het ander. Dat werd de Woekerpolis-affaire. Ook een benaming die we op de Radar-redactie verzonnen hebben. Omdat we ineens zaten met de beleggingsverzekeringen-affaire. En dat klonk niet, vonden we. Dus de Woekerpolis komt in van Dalen, met dank aan Radar. Ja, dat vind ik toch leuk. En daar gaat het over, ik geloof, iets van 6 miljoen producten. Miljoenen mensen die zo'n polis hebben afgesloten. In allemaal de hoop van... sufkoppen, of niet? Nee, aspirant-rechters. Nee, dat maar zijn denk je dat niet soms wat aan suffe mensen, dat ze daarin trappen? Nee, dat zijn echt geen suffe mensen. Ik zal het voorbeeld van de op maat hypotheek van de Rabobank nog maar even... Doe maar niet. Nee, ik hoor muziek al. Ja. De muziek al, ja. Nee, maar er worden heel veel garanties gegeven. Het lijkt prachtig, maar mensen betalen soms tot 80% aan kosten. En dat is toch eigenlijk gewoon legale diefstal. Ja. Volledig mee. Mooi. Marten Fortuyn, een fijne dag en een goede reis terug naar... Vlaanderen, hè? Nou, bedankt dat ik hier mogen zijn. Ja. Bram, een goede reis terug naar Zuid-Afrika. Dank je wel. U gaat weer terug naar Amsterdam. Ik blijf in Amsterdam. Tot een volgende keer. Okay. Wij zijn er morgen weer met onder meer Wouter Bos, Christine Hemmerrechts en deze... man. Zoveel is zeker. Ja, een kitesurfer en hij heet Kevin Langery. Of Langerij. Dat komen we morgen achter. Tot dan. Dag. www.pauwenbitterman.nl. Boektitel gemist? Ga naar de boekenrubriek op onze website voor informatie over auteurs en hun boeken. www.pauwenbitterman.nl.